en de cultuur rondom dit programma en de cultuur in dat bedrijf? Nou, ik vind dat ze hier veel te laat hebben gereageerd. Ik vind het te laat dat ze vandaag pas met een statement zijn gekomen. Ze hadden dat natuurlijk gisteren moeten doen. Mm. Ik denk dat het dan toch misschien ook wel iets anders allemaal was gelopen, heel eerlijk gezegd. Mm. En je merkt ook wel heel erg dat Talpa wordt geleid door alleen maar mannen. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat al in de directie, de mensen die over de inhoud van de zender gaan, dat zijn allemaal mannen. Bij Talpa, het bedrijf waar John de Mol leiding aan geeft, en zowel ook bij de zender. Hmm. Nou, dat ik denk dat als een vrouw in de directie zou zitten die over de inhoud gaat, dat daar toch dat je met die mannen in gesprek had gekund en dat daar net een ander licht op was gekomen. Maar als je de uitzending van vanavond bekijkt, denk je dat dat gesprek met deze mannen te voeren was geweest? Ik denk wel, als je dat gesprek gisteren had gehad, dat vind ik dus ook nog wel cruciaal. Mm. Want dan was die uitzending van gisteren nogmaals heel anders verlopen, denk ik. Ja, ik denk wel dat dat heel anders. Maar zij hebben natuurlijk eigenlijk nog nooit met een vrouwelijke directeur aan tafel gezeten. Ja.